Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe editie van de Zoveelste Quiz. Deze quiz staat alweer geheel in het kader van goede tijden, slechte tijden. Wil je geen enkele quiz meer missen, druk dan snel op de abonneerknop hier beneden. En dan gaan we nu door naar de uitleg. Er komen in deze quiz weer 20 vragen over GTST voorbij. Noteer je antwoorden met pen en papier. Probeer zoveel mogelijk goed te hebben en deel je score in de reacties. Of speel deze quiz met vrienden, pak dan ieder een eigen blaadje en neem het tegen elkaar op. Antwoorden opzoeken is natuurlijk niet leuk en helemaal niet eerlijk. Let wel op, er kunnen spoilers voorbij komen. Dit is dus geheel voor eigen risico. Heel erg veel succes. En dan gaan we meteen door naar vraag nummer 1. Op welke Australische serie is GTST de eerste twee seizoenen gebaseerd? Dan vraag nummer 2. Hoe heette dit karakter? En dan zoek ik de voor- en de achternaam. Vraag nummer 3. In welk jaar won GTST de gouden televisiering? Was het A 1993, B 1994, C 1995 of D 1996? Dan vraag 4. Wie was ooit conciërge op de middelbare school in Meerdijk? Was het A. Govert Harmsen, B. Jeff Alberts, C. Robert Alberts of D. Benjamin Borges? Dan vraag 5. Na dit filmpje, want er komen zo meteen een paar vragen over dit filmpje, let goed op de details. Heeft u een nieuwe hobby? Ik schiet muntjes door blikjes heen. Van grote afstand. Oké. Okay. Kijk, we hebben een leeg blikje. Zeg maar even, het leeg is. Ik pak even een muntje. Het leeg, hè? Ja. Kijk, we hebben hier 75. We gaan even een paar meter naar achter. Ik ga even kijken of ik hem wel doorheen kan. 1, 2, 3. Ik tel tot 3, hè? 1, 2, 3. Schieten, ja? Ja. Hé? Ja, rot op. Nee, rot op. Hoe kan dit? Yes, vraag nummer 5 nu echt. Wie kwam er langsgelopen toen Ferry bij Melissa de truc uitvoerde? En dan zoek ik dus de echte voor- en achternaam, dus niet van het personage.
Yes, en dan vraag nummer 6. In welk land werd Rick opgepakt voor het meesmokkelen van drugs om Job vrij te krijgen? En dan vraag nummer 7. Wie zijn de echte ouders van Sjors? En dan zoek ik de voor- en de achternamen. En dan vraag nummer 8. Het zusje van Anthony Kamerling, Lisbeth, heeft ook in GTST gespeeld. Maar welke rol had zij? En dan zoek ik weer de voor- en de achternaam. Vraag nummer 9. Wie is de vader van Teddy? Is dat A. Sjoerd, B. Thijs, C. Mike of D. Nout? En dan zijn we weer aangekomen bij een filmpje, voordat we dadelijk verder gaan met vraag 10. Yes, vraag 10. Wat is de naam van de personage wat Stijn speelde? Zoek weer de voor- en de achternaam. Dan de vraag 11. Ludo heeft 2 broers, maar hoe heten die broers?
En dan vraag nummer 12. Maxime heeft een zoon, maar wie is die zoon? Dan zoek ik wel weer de voor- en de achternaam. En dan vraag 13. Benjamin is omgekomen bij een brand, maar waar was deze brand? En dan vraag 14. Hoe heet de parodie van Carlo Bossart en Irene Moors op GTST? En dan gaan we weer even door naar een kort filmpje voordat we verder gaan. Yes, vraag 15. Wat is de naam van het personage wat Buddy speelde? En dan zoek ik weer de voor- en de achternaam. En dan een vraag 16. Hoe heet het boek dat Janine over Hein schreef? En dan vraag 17. Van welke drie personages was Herman Hogendoorn hun vader? En zoek de voor- en de achternamen.
En dan vraag 18 na het filmpje. Wat voor geluid maakt een rat? Au joh! Holle bomen. Jezus. Heb je wel een rijbewijs? Ja, zo kan ik niet rijden. Ik word hier bloednerveus van. Ja, ik word bloednerveus van dat jij niet kan rijden. Ik ben trouwens een taxi, hoor. Doe even normaal. Er zijn geen taxis in deze buurt. Nou, je kop en ga zitten. Oké. Let in godsnaam op de weg, Dip. Dit soort dingen allemaal. Gek van die vrouw achter het stuur. Laat die nou goed. Nee, dat maakt toch niet zo van. Ben jij je godverdomme? Peter! Heb jij hem uitgenodigd om boven te komen? Nee, natuurlijk niet. Hij stond ineens voor de deur. Hey. Op, flikker jij hem. Schop die trap. Dit is een misverstand. Flikker op. Het is een mis. Godverdomme. Tyrien is recht ongelooflijk. Zelfs als je aardig tegen hem bent, reageert hij nog als een veelgeslagen kind. Wat een achterdocht. Ja, zegt dat wel. Maar ja, aan de andere kant, in zaak is het soms wel handig. Ja, ja. Kopje koffie? Nou, dat bedoelde ik. Meer heeft volgens mij niet nodig, hoor. Ja, ga maar even doen. Oké, ik heb hem. Komt ie. Weak as I am. Kut, ik zit er weer helemaal naast. Yes, hoe heette het personage dat Johnny de Mol speelde? Zoek de voor- en de achternaam. En dan vraag 19. Hoe vaak is Martine Hafkamp teruggekomen in GTSC tot en met seizoen 31? Is dat A 2 keer, B 3 keer, C 4 keer of D 5 keer? En dan de laatste vraag, vraag 20. Wat deed dokter Peer voor iets strafbaars? Was het A, hij verkocht medicijnen door, B, hij handelde in organen, C, hij had seksuele relaties met comatieuze patiënten, of D, hij schreef verkeerde medicijnen voor? En dan zijn we nu aangekomen bij de antwoorden. Dan heb ik als tip, streep of markeer de antwoorden die fout zijn op je blaadje door. Speel je tegen je vrienden, geef je blaadje dan door aan de ander en controleer daardoor elkaar. Dit is natuurlijk heel erg goed tegen vals spelen. Heel veel succes! Vraag nummer 1. Op welke Australische serie is GTST de eerste twee seizoenen gebaseerd? Dat was The Restless Years. Dan vraag 2. Hoe heette dit karakter? Dat is natuurlijk Peter Kelder. Vraag 3. In welk jaar won GTST de Gouden Televisiering? Dat was C 1995. Dan vraag 4. Wie was ooit conciërge op de middelbare school in Meerdijk? Dat was A. Govert Harmsen. Vraag 5. Wie kwam er langs gelopen toen Ferry bij Melissa de truc uitvoerde? 1, 2, 3. Dat is natuurlijk Jette van der Meij.
Vraag 6. In welk land werd Rick opgepakt voor het meesmokkelen van drugs om Job vrij te krijgen? Dat was in Singapore. Dan vraag 7. Wie zijn de echte ouders van Sjors? Dat zijn Martine Hafkamp en Frits van Houten. Vraag 8. Het zusje van Anthony Kameling, Lisbeth, heeft ook in GTST gespeeld, maar welke rol had zij? Dat was Daantje Mus. Dan vraag 9. Wie is de vader van Teddy? Dat was B. Thijs. Vraag 10. Wat is de naam van de personage wat Stijn speelde? Dat is Sam Dekker. Vraag 11. Ludo heeft twee broers. Hoe heten ze? Dat zijn Marcus Sanders en Stefano Sanders. Vraag 12. Maxime heeft een zoon. Wie is die zoon? Dat is Vincent Muller. Vraag 13. Benjamin is omgekomen bij een brand. En waar was deze brand? Dat was in Scala. Dan vraag 14. Hoe heet de parodie van Carlo Bossard en Irene Moors op GTST? Dat is niks minder dan Pittige Tijden. Vraag 15. Wat is de naam van het personage wat Buddy speelde? Dat is Rover Dekker. En vraag 16. Hoe heet het boek dat Janine over Heinz schreef? Dat was De Witte Spreeuw. Vraag 17. Van welke drie personages was Herman Hogendoorn hun vader? Dat is Frits van Houten, Hans van Houten en Rien Hogendoorn. Je kunt ook gedacht hebben aan Herman Rien Hogendoorn. Dit klopt niet aangezien dit Jack van Houten was en Herman kort zijn adoptievader is geweest toen hij nog klein was. Dan vraag 18. Hoe heette het personage dat Johnny de Mol speelde? Dat is Sylvester Koetsier. En vraag 19. Hoe vaak is Martine Hafkamp teruggekomen in GTST tot en met seizoen 31? Dat is B. 3 keer. Nadat ze in 1994 de serie verliet, keerde ze voor 1 aflevering, de kerstreunie, terug in 1998. Hierna van 2003 tot en met 2005 en daarna nog eens in 2017. Dan vraag 20. Wat deed Dr. Peer voor iets strafbaars? Dat is C. Hij had seksuele relaties met comatieuze patiënten. Dames en heren, heel erg bedankt voor het meespelen. Vergeet niet even op dat duimpje omhoog te klikken, in de reacties je score achter te laten en te abonneren voor meer quizzen. En zie ik jullie graag een volgende keer. Bye bye!